Mitchell van der Gaag, in zo'n week na NAC PSV, wat voor gevoel overheerst dan het meeste? Het goede spel en de trots, misschien trots zijn daarop, of toch het resultaat wat er niet was? Nou, in ieder geval resultaat. Dat is altijd het belangrijkste. Aan de andere kant tevreden met de teamspirit. Ik denk dat dat belangrijk was, zeker in de fase. Dat wil je altijd gekoppeld hebben aan resultaat. En dan en de dag daarna dan denk je dan weer na over die wedstrijd. Ga die wedstrijd weer bekijken. Denk je, ja, we hebben geen punten gehaald. Dus dan sta je eigenlijk op hetzelfde. Maar je moet wel dingen meenemen van die wedstrijd. En dat hebben we eigenlijk ook gelijk na afloop gezegd in de kleedkamer. Het positieve, we hebben een team gezien. Nou, daar praten we heel lang over. Dat is al heel lang heel erg belangrijk. Dat begint altijd weer bij jezelf. Daar dragen we natuurlijk heel veel dingen aan bij. En dat moet dan de standaard zijn. En dan is het weer de vraag van, kunnen we dat weer opbrengen tegen Utrecht? En dat neem je dan weer mee na een paar rustdagen, omdat er toch wel vrij veel gebeurd is. En af en toe is het mentaal ook wel goed om even weg te zijn van de situatie. Er is natuurlijk veel gebeurd. En dan komen we weer terug. Dan zie je wel dat de spirit goed is. Alleen, ja, als je weer dichter tegen die wedstrijd aankomt, van hoe gaan we dat ook volhouden? En dat is absoluut de boodschap voor morgen. Ja, want die consistentie, dat is belangrijk. Zeker met het oog op de komende wedstrijden. Want ja, puntje bij paaltje, er moeten punten gepakt worden. Nee, dat geef ik net ook al aan. Dus zonder enige twijfel. Uiteindelijk sta je weer met lege handen vorige week. En dan is het, je bent sportman en het gaat om resultaat. En dat is het allerbelangrijkste. En als je dat kunt koppelen aan goed voetbal, is het prima. Alleen, ja, het is leuk om de complimenten te krijgen. Maar je wil er ook wat voor terug. En in die fase zaten we afgelopen zaterdag tegen PSV. Ik denk dat we wel in combinatie, ik zeg ook altijd, bij je supporters moet je weer dingen verdienen. Nou, dat hebben we in ieder geval wel gedaan. Ja, en nogmaals, dat niveau moet je meenemen naar de volgende wedstrijd. Anders is dat te weinig. Morgen is dan tegen Utrecht. Twee clubs die eigenlijk niet... Ondertussen komt er een bal langs. Twee clubs die eigenlijk niet staan waar ze moeten staan. Hè? NAC 18e, volgens mij Utrecht op 6 punten. Beide clubs die de punten hard nodig hebben. Dat belooft dan een pittig potje te worden, volgens mij. Ja, nou, Utrecht speelt thuis. Die zitten natuurlijk normaal gesproken in de top van de Eredivisie. Wij staan op een positie waar we niet willen staan en ook niet horen te staan. Alleen, we staan er wel. En dus dat moet je dat weer voor elkaar gaan krijgen. Dat je, wat we net al over hadden, het resultaat gaat boeken om omhoog te kijken. Dus het Utrechtse publiek zal erachter gaan staan. Dat zal zeker in het begin van de wedstrijd gelijk volle bak zijn. En daar moeten we in ieder geval voor klaarstaan. En dat we niet denken van dat komt wel goed. En het gevoel wat overheerst, zeker tegen VVV, van hebben we eigenlijk alles wel gedaan om resultaat te halen. Hebben we allemaal die 100% gehaald. Nou ja, dat als we allemaal 1% minder doen, dan weet je wel ongeveer wat gaat. En we zijn niet op dit moment in de fase dat we dusdanig kunnen spelen dat we wat minder kunnen doen. En dat geldt zeker morgen tegen Utrecht.